Na een initiële kandidaatstelling door de bedrijven zelf, selecteerde een jury van MIC en de provincie Vlaams-Brabant drie finalisten op basis van criteria zoals relevantie van de duurzame acties, grootte van de acties en opname van duurzaamheid in de core business van het bedrijf. De winnaar draagt het hele jaar door de titel van klimaatambassadeur en de duurzaamheidsacties worden ook in de kijker gezet. Onze derde finalist is GC Europe uit Leuven. GC Europe uit Leuven is wereldwijd een toonaangevend bedrijf in de tandheelkundige sector. GC Europe voorziet tandheelkundige materialen naar dealers en verzorgt trainingen naar dentale professionals. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt telkens de impact op het milieu in rekening gebracht. Ook in kader van het aankoopbeleid wordt ingezet op lokale leveranciers, bundelen van goederenstromen en sustainable procurement. Sinds 2009 wordt gewerkt aan de reductie van de CO2-uitstoot. Onder meer door en dankzij samenwerking met andere bedrijven om zo tot betere resultaten te komen. Door analyse van het energieverbruik werd gericht ingezet op maatregelen ter vermindering, onder meer door investering in dakisolatie. Voor de opwekking van eigen hernieuwbare energie werden eind 2019 nieuwe zonnepanelen op het dak geplaatst. Recent werd, als resultaat van lokale ontwikkelingen, een volledig nieuwe productieunit opgestart, waarbij nadruk gelegd wordt op de productie van een nieuwe generatie tandheelkundige producten die met behulp van 3D-printers geprint kunnen worden. Deze producten zullen op termijn andere producten en technieken vervangen bij labo's en tandartsen.